een nieuwe video. En vandaag ga ik op pad om back to school elektronica te kopen bij de Mediamarkt. In september begin ik met mijn tweede jaar van mijn opleiding. En ik heb eigenlijk nog wel wat spullen nodig om het studentenleven wat makkelijker te maken. Toen ga ik denk eventjes kijken of ze dingen hebben voor in mijn studentenkeuken. En ik heb ook zeker nog iets nodig om backups te maken van mijn laptop. Deze video is in samenwerking met de Mediamarkt voor de Gelukkig Nieuw Schooljaarcampagne. En de Mediamarkt heeft een heel groot aanbod van elektronica voor studenten en scholieren. Dus neem zeker eventjes een kijkje op de website als jij nog op zoek bent naar studentenmust-haves. En ik denk dat ik maar eventjes naar binnen ga om te kijken wat ze allemaal hebben en verschillende dingen ga testen. Dus ja, let's go! En voordat ik naar binnen ga, ik heb dus van de Mediamarkt een cadeaukaart gekregen met wel 200 euro. En hiervan kan ik mijn studentenmust-haves gaan kopen. Ja, dit wil ik. Maar ik weet dan nog niet zo goed wat. Dit is echt super handig als je tosti's wil maken of dingen wil grillen. Ik wil eigenlijk deze hebben. Je kan het lekker eten meemaken. Dit is echt ziek chill als je iets van een feestje geeft. Dit is wel echt vet leuk, want ze hebben ook allemaal van die kleurtjes. Deze zijn maar 29 euro. Maar welke kleur ga ik dan nemen? Maar ik denk dat rood wel leuk is. Een beetje bij mijn t-shirt. Ik heb nu al twee spullen en nu ga ik op zoek naar meer. En dit is echt super chill, want als je gaat studeren moet je super vaak je laptop mee naar school nemen. En deze dingen beschermen heel goed je laptop. En ik ben op zoek naar iets van harde schijven, externe harde schijven. Maar ik weet niet waar ze staan. Waar staan die dingen? Het is heel erg handig om een harde schijf te hebben, want meestal heeft je laptop niet genoeg geheugen. En het is natuurlijk heel belangrijk om backups te maken van je laptop. Want stel dat je laptop wordt gestolen of dat hij kapot gaat, dan heb je altijd nog een backup. Dus ja, ik zou zeker een backup maken. En dit statief, dat heb ik al. Maar dat verkoop ze hier dus ook. Deze is echt heel erg handig en bam, mooi prijsje, is 28 euro. Maar ik gebruik natuurlijk heel vaak een statief van mijn video's en ook wel eens ja, voor dingen moet fotograferen voor school. Heb je ook nog allemaal camera's, onder andere voor vloggen. En deze is echt super populair onder de vloggers, zo. Kan je zo jezelf filmen. Dit wil ik hebben. Op het Amfi moet je heel veel knippen en plakken. En dit is echt wat je moet hebben. Even kijken hoor. Want ze hebben deze. Kijk, want dan leg je hier zo de papier onder en dan kan je zo wat papier snijden. Dat is echt heel handig. Even kijken. Ja, deze vind ik wel leuk voor ons studentenhuis. Zo'n grafische rekenmachine, die gebruikte ik echt elke dag op de middelbare school. Ik had bijna elke dag wiskunde, maar die heb ik echt gelukkig niet meer nodig. Dat is
best wel zwaar eigenlijk. Ja. En ik denk dat ik als laatste toch maar nog een SD-kaartje meeneem. Want ja, ik kan echt niet genoeg SD-kaartjes hebben voor in mijn camera. Oh. Ja, nou goed. Yes. Ik heb een aantal leuke spullen uitgezocht en ik ga thuis laten zien wat het allemaal is. Ik ben weer thuis en ik ga nu even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik heb een hele grote tas vol met allemaal spullen van de Mediamarkt. En ik heb dus voor 200 euro spullen uitgezocht. Ik heb een giftcard gekregen van de Mediamarkt van 200 euro. Super tof. Dus ja, ik ga nu laten zien wat er allemaal in de tas zit. Als allereerste ga ik denk beginnen met dit boxje. Zo, zet even de tas op de grond. Dit is een boxje van JBL. En ik heb hier best wel vaak goede dingen over gehoord. Dat dit een best wel goede speaker is voor de prijs. Want deze was 29 euro. Ja, ik dacht ik vind het wel eens leuk om zoiets uit te proberen. Want ik heb nog helemaal geen speaker. En ja, deze is eigenlijk ook een beetje studentenproof. Aangezien de prijs. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik denk dat ik maar even gelijk ga testen op mijn telefoon. Moet ik hem dan niet eerst opladen? Of doet hij het gelijk? Die doet het al. Oké, nu is die connected. Dat ging echt super snel. En als ik nu Spotify aanzet, dan hoor ik hem waarschijnlijk. Ik ben lid. Dan ga ik door met het tweede. En dat is deze harde schijf. En ik gebruik heel veel harde schijven. Voor school, om veel backups te maken van al mijn schoolbestanden. Maar ook voor mijn video's, omdat video's nemen gewoon heel veel geheugen in beslag. En dit is een Seagate. Ik heb dat merk nog niet, maar ze hadden er echt heel veel liggen van dit merk. Dus ik ging ervan uit dat het wel een goede is. Kijk, en daar zit dan gewoon een kabeltje bij. En die kan je dan zo in je computer steken. En deze is voor Windows en voor Mac. Ja. Daar kan je gewoon tussen kiezen. Dus dat is voor alles eigenlijk. Want sommige van die harde schijven zijn dus niet voor Mac, volgens mij. Dus daar moet je wel eventjes op letten. En dan ga ik door met het volgende. Ik ga deze eens even laten zien. Dit is een rolsnijmachine. En misschien heb je er nog helemaal nooit van gehoord. Maar dat is dus super chill als je een beetje een creatieve studie doet. Ik snap dat je hier helemaal niks aan hebt als je geneeskunde studeert of zo. Maar zo. Ik doe dus een redelijk creatieve studie. Dus ik gebruik dit echt heel vaak. En normaal gesproken gebruikte ik die van mijn huisgenootje. Maar nu heb ik er zelf eentje. En dit is gewoon een simpele. Je hebt ze super uitgebreid en ook heel simpel. Maar ja, ik hoef niet zo'n uitgebreide. Het is een machine om papier te snijden. Dus als je hier tussen een papiertje legt of iets wat je dus wil uitsnijden. Ik heb vaak plaatjes die ik moet uitsnijden en opplakken. Dan leg je dat hieronder. En met dit, hier zit een mesje in, kan je dit super strak zo snijden. En dan heb ik nog twee dingen. Ik heb, dit is een SD-kaartje. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Een SD-kaartje is altijd handig. Vooral als je veel video's of foto's maakt. Of ja, je kan er natuurlijk ook gewoon bestanden op zetten. En dit is een 32 gigabyte van SanDisk. En ik heb wel meerdere kaartjes van dit merk. En daar ben ik altijd erg tevreden over. Dus ja, ik heb er nog eentje bij.
kan nooit genoeg SD-kaartjes hebben. En als laatste, daar ben ik ook echt heel, heel erg blij mee. Het is totaal iets anders, maar wel iets wat mijn leven volgens mij stukken makkelijker gaat maken. Want dit is een contactgril. Dus zeg maar een soort van groot tosti-ijzer. Maar je kan er echt alles op gooien. Vlees, groente, vis, panini's, tosti's. Dat kan je erop maken. En dat is echt heel erg makkelijk. En ja, nu ik op kamers woon heb ik niet altijd zin om iets heel moeilijks te gaan koken. Dus ik ben hier super blij mee. Ik ga even kijken of ik hem eruit kan halen. Dit is het dan. Dit is een grill. Hier ben ik in ieder geval super blij mee. En die zullen jullie ook zeker vaak terug zien komen in mijn vlogs. Misschien laat ik ook een keertje zien hoe je lekkere recepten maakt met deze grill. Dan waren dit mijn spulletjes. En ik ben er super blij mee. Ik ga dit ook zeker veel gebruiken komend schooljaar. En ik zal de linkjes van de producten even in de beschrijving zetten. En neem dan ook zeker eventjes een kijkje op de site van de Mediamarkt. Voor hun gelukkig nieuw schooljaarcampagne. En ja, laat ook in de reacties achter wat jouw studenten must-have is. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!